de vragen van vorige keer, handoplegging, dat was zo'n studie, denk ik, die heb je niet vaak een Bijbelstudie over. Ik weet nog dat wij jaren geleden, toen ik was net in Nederland aangekomen, ik denk, ik was hier nog maar 1 jaar, misschien niet eerst. Volgens mij was ik nog niet eens getrouwd, dus dat moest echt 30 jaar geleden zijn. Maar dat we op zo'n huiskringavond, dat wij ook naar deze thema gingen kijken. En dat we toen uiteindelijk uitkwamen op die avond bij Psalm 133. En daar gaan we in de laatste vraag ook weer bij uitkomen. Maar ik zou jullie, nou, laten we nog maar een paar vragen, dat we daar nog even een beetje over nadenken. De eerste een, wat is het doel van handoplegging in de Bijbel? Oké, iets doorgeven. Doopvulling met de Heilige Geest. Inzegenen, voor taal, ja. Genezing. Ja, het zijn allemaal bijzondere dingen, hè. En het laat iets zien van betrokkenheid. Het laat, voor mij spreekt het al heel erg ook over de afhankelijkheid van het lichaam van Christus. Goed, maar de tweede vraag is dus ook, is dit belangrijk? Is het belangrijk? Of kunnen we zeggen, ach, ja. Is het belangrijk? Oké, ja, maar waarom dan? Ik kon het niet mooi horen. Dat we doen, proclameren we iets naar de geestelijke wereld. Ja. Daarmee wil ik ook eigenlijk zeggen dus, het heeft een geestelijke uitwerking. Ja, het is niet zomaar, ach, je doet het om alleen om maar, dat je maar bezig bent. Want je weet sowieso niet wat je met je handen moet doen, weet je wel. Nee, het heeft een geestelijke uitwerking. En daarom, ik denk, als de Heer dat heeft bepaald en ook zegt dat het zelfs een van de fundamenten is. Daar stond ik wel van te kijken, moet ik zeggen, toen ik dat de eerste keer ging onderzoeken. Oké. Dan, nou, dit is eigenlijk al een beetje beantwoord. Wat heeft handoplegging en de doop met de Heilige Geest met elkaar te maken? Iemand nog iets daarbij? Vaak gaat het samen met handoplegging, maar niet altijd. Oké, vaak gaat het samen. Ja, dat is interessant als je daarover nadenkt, want wij hebben als kerk, hebben wij heel vaak gezegd, kijk, in Jezus ontvangen we alles wat we nodig hebben. Ja? Duidelijk, toch? Dus, maar nou, als je gered wordt en je ontvangt Gods geest in je hart, want dan ben je gered. Wanneer je Gods geest in je hart hebt, dat zegt de Bijbel. Ja? Maar omdat wij niet bewust zijn van, ja, maar ik mijzelf als het ware ook teruggeven aan Gods geest en vervuld worden dat hij voor zijn kracht en voor de taak die hij voor mij hebt, Was het een beetje in de vergetelheid geraakt. En eigenlijk heb je dan, je kan heel erg je best doen. En je kan heel erg hard gaan proberen om in Gods kracht te gaan werken. Maar je doet heel veel in eigen kracht. Ik moet altijd denken, misschien heb ik dat wel op die avond, als we over de doop en vervulling met de Heilige Geest gesproken hebben, heb ik het ook verteld. Maar van die zendelingen die mij dat vertelden, dat zij hoe heet die land waar die vrouw, die vrouw leidt dat nou, wat zo lang in de gevangenis zat? In Burma, was Burma. Ja, in Burma werkte zij. En zij was zo, ach Heer, ik heb zo uw kracht nodig en waarom krijg ik dat niet? En er kwam een ander zendeling van een andere groep, die kwam bij haar langs op een brommer. En zij was op haar fiets en die zware heuvel omhoog gaan. En ik kwam bij haar langs. En de Heer zegt, wat je nodig hebt is mijn kracht. Dus die brommer. En dan die bewustzijn, als je dan gaat kijken naar handelingen, praktisch. Dat Paulus zegt van, je bent al tot bekering. Hè? En dan gaat hij over, je bent gedoopt in water. Maar ben je niet bewust dat je Gods werk alleen uit zijn kracht kan doen? Dat zijn geest door je heen moet werken? Ben je dat niet bewust? En dat ze baden met hand opleggen. Zegt, nou, we gaan ervoor bidden. En God vragen. Het is niet iets nieuws erbij, want het is eigenlijk alsof je het misschien nooit hebt beseft. Hè? En zoals jij zegt, zeg je heel terecht, het was niet altijd met handoplegging.
Want bijvoorbeeld bij Cornelius, terwijl Petrus sprak, viel de Heilige Geest. Ze kwamen tot geloof en de Heilige Geest viel op hen allen en ze werden vervuld met Gods Geest. Maar het is ook dus, om ons heel bewust te maken, ook dat heeft een geestelijke uitwerking. Ik heb dat verteld van mezelf. Ik getuigde, maar ik kon niet, ik kon de mensen net niet overtuigen. En toen vrouw die God gebruikte om mij naar hem te leiden, zei aan mij, zeg Eddie, kijk naar Petrus. Hij geloofde in Jezus, was zijn discipel en verloochende hem. En na Pinksteren, 1 preken en 3000 mensen komen tot bekering. En ik zeg gelijk, dit wil ik hebben. En ze bad voor mij, legde gewoon een hand op mijn schouder, niks raars, niks. Mijn haar ging niet recht om zijn geheel. Ik zeg, Heer, ik wil het, ik wil in uw kracht leven. En mijn hele werk, mijn hele zending werkt nu al meer dan 30 jaar, 33 jaar, dank ik aan die dag. En goed, nou is het niet op die dag ineens, want de Bijbel zegt ook, blijf vervuld, word steeds vervuld met de Heilige Geest. Oké, maar handoplegging heeft dus of het ons ook iets duidelijk maakt. Hé, jij hebt iets nodig. Jij hebt iets nodig, kom, we bidden God daarvoor. En we hebben elkaar nodig, daarom bidden we voor elkaar. Oké. Dan de laatste, vergelijk Markus 6 vers 5. Dan gaan we die even lezen. Markus 6 vers 5. En Markus 6 vers 13. Is allebei tijdens de bediening van Jezus. Even op een Nederlandse vertaling zetten. Zo, vers 5. En hij kon daar geen kracht doen of geen wonderen doen, maar legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En vers 13 staat er, hij heeft zijn discipelen dus uitgezond en zij dreven veel demonen uit en zalfde veel zieken met olie en maakte hen gezond. Ja, dus Jezus was dus in Nazareth. En dan staat er, maar hij kon daar niet veel wonderen doen, maar hij legde slechts enkele ziekte, legde hij de handen op en genas hen. Maar dan daarna stuurde hij zijn discipelen uit en zij dreven demonen uit en zij zalfden de zieken met olie en maakten hen gezond. Wat is het verschil? Waarom is daar een verschil? Nou, volgens mij zit hem dat in wat u niet leest. Zeg maar, ik zie u niet, waar? Oh, nou, oké. Okay. Zeg maar jij, hoor. Gewoon Eddie. Jij. We willen ons gewend worden aan de hemel. Zo mag je mijn hemel ook noemen, dus. Broeder. Dat wat je niet leest in vers 13. Ja. Hetzelfde met olie. Nee, maar dat heb ik toch gelezen? Ja, oh. Niet de tweede keer. Oh, oké. Okay. Ze zalfde met olie. Ik daar het verschil, omdat mijn zin is olie een beeld is van de Heilige Geest. En Jezus, de Heilige Geest en God, de drie eenheid. Maar de vraag is eigenlijk hier, waarom genas Jezus met handoplegging en zij hier op dit moment met zalving met olie? Waarom had zij ook op dat moment niet gewoon voor mensen gebeden en met handoplegging genezen? Omdat de Heilige Geest nog niet. Omdat de Heilige Geest nog niet uitgestort was. Ja, dit is absoluut zo. Terwijl Jezus was wel vervuld met de Heilige Geest, hè? Maar zij op dit moment nog niet. Maar dan heb ik nog een vraag. Waarom zei veel later Jacobus, als er iemand ziek is, laat die arts te komen, dat ze met olie zalven? Dit is de tweede gedeelte van de antwoord. Dit is een heel goede vraag. Heeft iemand daar een antwoord op? Frans? Nee, ik heb wel. Ik zie nu opeens te binnen van, hey, ja. Later schrijf ik ook. Dus handoplegging is, jij geeft iets verder wat jij zelf hebt. Herinner je nog in het Oude Testament? Dat Samuel, toen hij David zalfde en Saul, deed dat met olie. Want hij was profeet en hij zalfde dus iemand tot koningschap. Hij was zelf geen koning. Maar Mozes
toen hij Jozua inzegende voor het werk, zegt de Heer aan hem, leg u hand op hem en geef hem van uw wijsheid en van uw inzicht. Dus hij gaf iets wat hij zelf had. Of zelf ook had. Jezus zelf was op aarde ook al vervuld met de Heilige Geest. En kon dat dus. En Gods Geest kon zo de weg. De discipelen op dit moment nog niet. Dus zij moesten een aparte beeld, wat ook weer een proclamatie naar de geestelijke wereld, zoals u zegt. Dat is een beeld, of jij zegt, dat is een beeld van de werking van de Heilige Geest. Nog steeds van de salving van Jezus. Maar dit wordt dus vertegenwoordigd in dat olie. Nou, als oudsten, zo zie ik dat. Oudsten vertegenwoordigen het lichaam van Christus. En als er iemand onder u ziek is, er zijn dingen gebeurd waardoor iemand, een gelovige, onder de bescherming van het lichaam uit is gekomen. En dus ziek wordt. Zo begrijp ik dat. En nu moeten zij gezalfd worden, niet met wat ik heb, maar dit gaat hier om weer onder de bescherming van Christus te komen. En daarom geloof ik, dat is dan met olie als beeld van de salving van Christus, dat je weer terug onder die bescherming komt. Zo zou ik dat uitleggen. Begrijp je dat? Nee, niet helemaal. Maar maak niet. Nee, maar denk er maar gewoon even over na. Ja? Oké. Okay. Psalm 133 nog. Zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot een eeuwigheid. Oké, wat heeft dat met handoplegging te maken en te doen? Ja, ik denk van, het is een prachtig beeld van, in het Oude Testament was Aaron de hoge priester. En Jezus is onze hoge priester. He, Jezus is het hemelse van de nieuwe verbond, de hemelse hoge priester. En maar in het Oude Testament is een beeld daarvan. En dan zie je dat salving, dat zegen, dat God wil, dat God zijn zegen gebiedt, dat God vrede, zijn leven wil laten vloeien. Dat is Gods verlangen. Dat het door zijn lichaam vloeit. Jezus is het hoofd. En door zijn hele lichaam. En overal, als jij en ik onder de salving, onder de zegen van Christus komt, dan in ons leven lukt er dingen. Wij komen door de strijd heen. Wij worden opgebouwd. Maakt niet uit wat er gebeurt. In deze wereld hebben we strijd, hebben we moeite. Maar wij komen doorheen. Wij worden sterker. Wij merken dat we sterk kunnen staan. Je merkt dat God met je is. He, daar gebiedt de Heere zegen en het leven tot een eeuwigheid. Dus dingen krijgen eeuwigheidswaarde. Dat is gewoon de zegen van de Heere. En handoplegging is dus, wij leven daaronder. En nu ga ik bidden voor mensen. Nu gaan wij hun inzegenen. Nu gaan wij met de handoplegging gewoon hun bemoedigen. Maar in alles met dit doel, zeg luister, uit de zegen van de Heere. Wij willen dat over jouw leven komt. Dit is wat we willen dat er gebeurt. Dus als ik dat voor mij heb ik dit steeds voor ogen. Als ik voor mensen mag bidden. En een inzegenen voor een taak. Of bid voor genezing. Of bid voor de vervulling met de Heilige Geest. Dan zeg ik, weet je, wat je nodig hebt is dat salving van Jezus. Ja? En daar wil ik jou voor bidden. En jou daarvoor zegenen. Dat is mij een prachtige beeld van de geestelijke realiteit. Wat er gebeurt. Wanneer het lichaam van Christus gaat functioneren. En met handoplegging wordt het bijna tastbaar. Amen? Ik kijk zo van, nou, dan moeten we nog even over hem. Heeft iemand nog een vraag?
Dat was een van de eerste woorden die ik in Nederlands leerde. Toen ik in 1974 naar Nederland kwam als 12-jarige jochie en boer koekoek in het parlement. Hè. Wie van de boerenpartij, we zijn erop tegen. Waarom? Daar moeten we nog één over hebben. Ja. Ja, ik denk dat voor mij is het eerst belangrijk dat ik weet wat van God is, de waarheid zal altijd winnen. Dus ik wil er altijd positief in. Maar dat betekent niet dat ik zoals de Duitsers zeggen, rücksichtloos of roekeloos. Nee, ik ga ook niet als. Ik kan vertrouwen als ik in een situatie kom en iemand wil voor mij bidden of mij de handen opleggen. En het niet goed is dat ik het ik onrustig word. En dan zeg ik nou nee, ik wil het niet. Ik heb sowieso, dat heb ik ook op deze avond wel eens verteld. Als ik ergens, je gaat naar conferenties, soms bidt mensen voor je. Hè, weet je, en dan. Kijk, je kan ook niet altijd vermijden, zeg maar. Maar dan bid ik gewoon zelf. Ik zeg: Heren, alles wat van u is, wil ik hebben. Wat niet van u is, wil ik niets mee te maken hebben. Want ik wil me natuurlijk. Maar ik bedoel, wij hebben op de avond van Ken uw vijand, en die dingen heb ik gesproken over bijvoorbeeld die magnetiseurs. En dat die dan met strijken en die ook. Dit is absoluut zo. Maar wij moeten altijd weten, er bestaat niet zoiets als een onechte 15 euro biljet. Waarom niet? Omdat er ook geen echte bestaat. Dus de duivel probeert alleen het echte na te bootsen. En wij moeten niet zo achterdochtig en te bang worden voor het mogelijke verkeerde, dat we het echte helemaal uit het oog vergeten. Wij mogen vertrouwen. De Heer zegt, mijn kinderen kennen mijn stem. En 1 Johannes 2 vers 28, gij hebt niet van nodig dat iemand u leert, want de salving die in u is, zal u alles leren. Nou, dat betekent niet, we hebben geen leraars nodig. Maar dat betekent, als ik hier sta en ik verkondig dingen die niet uit de Bijbel zijn. Dat als jij gaat luisteren naar je hart, zal je ervaren van, maar dit klopt niet. Iets klopt niet. Want Gods geest leert jou. En uiteindelijk gaan we ook, je gaat ook nooit één dag voor God kan staan en zeggen van, ja, maar professor Van Rooij heeft zo gezegd of zo, weet je wel. De Heer zegt, wat zeg jij? Wat geloof jij? Dus dat moeten we leren. Dus goede opmerking. Maar laten we dat zonder angst ook getuigen voor de waarheid. Ja? Goed zo. Dankjewel. En waarom zou er staan, leg niemand onveruit de handen op? Opdat je, de context waar dat in staat, is waar Paulus net met Timotheus heeft gesproken over de aanstel van oudsten. We gaan vanavond daar ietsjes over hebben, over de rol van apostelen en apostolisch team. Maar dit is als jij iemand aanstelt, die oudste, en die moet niet oudste zijn. Want nou ga je hem de handen opleggen, hij wordt ingezegend. Jij zegt, hier is een goede persoon, ondertussen heeft hij een dubbele leven ergens. Dan gaat hij schade brengen aan het lichaam van Christus, dan heb je deelt aan zijn zonde. Dat is de context waar dat in staat. In 1 Timotheus, ik kan het rustig nalezen. Ja? Maar het wijst ook tevens dat wij niet lichtelijk daarmee moeten omgaan. Maar gewoonlijk, meestal is het gewoon niets meer als een bemoediging. Ik wil jou zegenen. En, kijk, maar specifiek, nou gaan we iemand inzegenen. Als wij vanavond die ze zeggen, hey, laten we allemaal samen staan. Wij geloven Laurens, jij moet naar Siberië. En wij gaan je nou zegenen en we leggen de handen op. Dan gelooft iedereen, Eddie en allemaal staan erachter. En Laurens die komt over een week komt hij terug en zegt, dat was helemaal niks. Grote kans. Wat zeg je? Is een grote kans, dacht je? Laurens. Is wel lekker fris. Ja, heerlijk fris. Snap je een beetje de beginsel? Dan heb je deel aan de zonde van een ander. Want je bent er lichtelijk mee omgegaan ook. Nog vragen? Goed. Oké, vanavond gaan we eigenlijk twee studies doen. Frans en ik gaan het ons delen. Ik ga even 1-2 zinnen zeggen en dan ga ik aan Frans overgeven. Maar ik zal ook... En we gaan kijken naar de schepping, naar de geweldige doel van God.
De plan die hij heeft, een eeuwige relatie met de mens. Je moet je dat voorstellen. Mensen, zoals je ouder wordt, en dan denk je ook toch, maar waar is de tijd toch gegaan? Wat gaat dat snel? Maar als je dan beseft, dit is maar het begin. Het beste ligt nog voor ons. Ja, en toch God bereidt ons voor de eeuwigheid. Maar als je dat nou even nadenkt, want je hebt dat geweldige mooie doel, dat geweldig plan, en dan de absolute tragedie van de zondeval. Dat de mens koos voor zichzelf, koos om niet voor God te gaan leven, koos om te gaan leven voor tijdelijke gewin, koos om te gaan leven voor de lusten van zijn vlees, in plaats van voor zijn geest, in plaats van voor dat wat eeuwig is. Dramatisch. Zo erg. Alle ellende in de wereld als gevolg daarvan. Zoveel zo, dat de duivel aan Jezus zelf kon zeggen, heel de wereld, aan macht is mij gegeven. Hij laat hem de koninkrijk zien. Hij zegt, aan macht is mij gegeven. De mens heeft door de zondeval even de macht aan de duivel overgegeven. En nu, ieder land, de Bijbel zegt in 1 Johannes 5, de hele wereld ligt in de boze. Dat is de realiteit. Je ziet het om ons heen. Je ziet het soms meer, soms minder manifesteren. Maar ze gaan wetgevingen die er komen en het wordt steeds enger voor christenen. Maar dan is de vraag, want we hebben die plaatje aan het eind der dagen. En dan gaan we na de vakantie gaan we heerlijk naar kijken, naar de eindtijd en naar de komst van de Heer. En ik zie er naar uit, naar beide de eindkomst. En ja, misschien komt de Heer zelfs voor die tijd, nou dan is het al gebeurd, dan weet je ook wel alles. Ja? Maar dan zie je dat beeld uit Openbaringen, een menigte uit iedere volk, stam, taal en natie, die niemand kan tellen. Zoveel mensen die voor de Heer en voor zijn troon staan, die gered zijn. Je ziet dus heel duidelijk, en door de eeuwen heen heb je gezien hoe God met opwekking kwam. Hoe God in plaatsen ingaan, in landen ingreep, in steden, in dorpen ingreep. En dan wanneer ze tot bekering kwam, dat er een hele verandering kwam. Maar als de mensen weer weggingen bij God, dan zie je ook, net als Israël, duister worden, duisternis komen. In onze tijd, mensen raken aan de drank, raken aan de drugs. Veel minder met God te maken hebben. Angst, wanorde, rebellie, alles is aan de orde van de dag. En toch blijft God zijn reddingsplan staan. Toch is het zo dat God een stad ziet, dat God een land ziet en dat God zegt, ik wil niet dat het zo blijft. Want de Bijbel zegt, God heeft geen vreugde aan de dood van een ongelovige. Helemaal niets. Maar nu heeft God ook een plan, een reddingsplan voor iedere oord. Hier is een plaats vrij, kijk eens. Vele laatste zullen eerste zijn. Welkom. God heeft een reddingsplan. En ook voor reizen. Ook voor reizen. Ik ben mij zo bewust dat de duivel in die geestelijke realiteit mensen ogen verblindt, zegt de Bijbel, 2 Korinther 4, vers 4, opdat zij niet de heerlijkheid van Christus zullen zien. Soms dan praat die mensen en ze zien het gewoon niet. Maar God heeft een plan ontwikkeld, hoe hij in de duisternis een lichaam wil laten komen. En dat lichaam begint natuurlijk bij jou en mij, hè, in mijn leven, dat ze verandering zien. Dan zien ze het misschien in mijn familie. Dan is het als een lamp wat je op de tafel gaat zetten. En je hebt een kring en je kan er samen over praten. En hoeveel van ons hebben niet al vreugde en plezier gehad en levensveranderende dingen gehoord, gewoon in een kring. Hè, in een gebedskring, in de toch? En toch wil God nog veel meer. God wil, nou, ik weet het is moeilijk om voor te stellen in Nederland, maar een stad op een berg, want je hebt natuurlijk geen berg hier. Hè? Maar even geestelijk. God wil een stad op een berg. Waarom? Dat iedereen het kan zien. Dat iedereen weet, als ik in de problemen kom, daar moet ik naartoe. Daar kan ik hulp vinden. Dat is de stad Gods. Daar woont de Heere. Dat is zijn plan. En dat is zijn plan voor iedere plaats. Zijn plan voor jou en mij. Zijn plan waar het
onmogelijk lijkt. Maar is wat hij noemt de gemeente. En dan gaan we kijken even vanavond. Gaan we kijken wat de gemeente is en hoe God het bedacht heeft. Die grote vraag is dus eigenlijk, wat moet God doen dat wij als christenen werkelijk zien wat is de gemeente van God? Zo, die eerste deel van vanavond vragen wij vragen wat wij dan bijbels antwoorden en het gaat over de gemeente. Ja, maar die realiteit is hier in de westerse wereld, voor velen is de gemeente of de kerk irrelevant geworden. Het is jammer om het te zeggen, maar zo is het. En ik weet mensen zeggen, elke land krijgt de kerk die hij verdient. Maar grote delen van de wereld, in vele delen van de wereld is opwekking. In Azië, in delen van Afrika en Zuid-Amerika. En ook hier wil God opwekking brengen. Amen. Oké, goed om dat te horen. Maar het probleem is dat vaak bij ons is de kerk beperkt geworden tot iets cultureels of iets religieus. En dit is veel minder als wat God in gedachten heeft over de kerk. Zo wij moeten toelaten, of wij willen toelaten, dat God ons laat zien wat is zijn oordeel over de kerk of zijn idee van de kerk. Wat is de gemeente van God werkelijk? En als wij dit gaan zien, dan denk ik, gaan het ons helpen om meer te gaan staan in dat wat wij moeten staan om de gemeente van God te laten zien. Want God wil de gemeente gebruiken niet alleen om zijn koninkrijk op aarde te brengen, maar om iets van zichzelf te laten zien aan anderen. En als ik dan denk, irrelevant, dan vraag ik af, hoe is het zo ver gekomen? Maar God wil herstelling daar ook brengen. Oké, nou die eerste vraag is, aan wie behoort de gemeente? Aan wie behoort de gemeente? Dan heb ik daar drie kleine versjes. Eerste vers is in de Oude Testament, Eerste Kronieken 29 vers 1. Gaat over de inwijding van de tempel onder koning David. Eerste Kronieken 29, vers 1. Daarop zeide koning David tot de gehele gemeente. Ik wil het hier lezen. Laat ik het uit de Herziene Statenvertaling lezen. Verder zei koning David tegen heel de gemeente, God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Dit werk daarentegen is groot, want hier is geen bouwwerk voor je mens, maar voor God de Heere. Met andere woorden, God de Vader. De gemeente is voor God de Vader. Maar dan is daar een Matthäus andere vers. Matthäus 16 vers 18. Ik denk een heel bekende vers, waar Jezus praat over de gemeente. Vers 18. En ik zeg u ook, dat u Petrus bent, en op deze Petra, of op deze openbaring, zal ik mijn gemeente bouwen. En de openbaring is natuurlijk dat Jezus de Christus is de Zoon van de levende God. En dan zegt hij, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus kunnen wij ook zeggen, de gemeente is voor Jezus. Hij zegt, dit is mijn gemeente. Also God de Vader en dan Jezus. Dan is daar de derde vers, 2 Korinthe 3 vers 18. Paulus praat daar over de gemeente, over wij als kinderen Gods. Hij zegt, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als een spiegel aanschouwen,
worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals door de geest van de Heere bewerkt wordt. Nou, dat was misschien eigenlijk heel makkelijk om af te leiden, dat de derde tekst dat dan gaat over God, de Heilige Geest. De gemeente is voor God, de Heilige Geest. Ja, zo dus God de Vader voor Jezus en voor God de Heilige Geest. En ik vind het goed dat hier gesproken worden van de geest van de Heere. Want op dit moment is de Heilige Geest hier op aarde. Want Jezus zit aan de rechterkant van God, rechterhand van God. Maar daar is ook een vierde mogelijkheid. En dat is misschien maar een kleine maar. Maar ook wij, de gemeente is ook voor ons. Want zoveel keren lezen wij in het Nieuwe Testament, wij zijn de medewerkers van God. En God heeft ons uitgekozen om met hem mee te werken als wedergeboren christen in zijn gemeente. En als een ongelooflijke vers in 1 Korinthe 12, nou heb ik niet de vers hier, maar hierbij rondom 15 ergens. Maar ik zal het even zeggen, jullie kunnen het dan later gaan kijken. Waar Paulus praat over de lichaam van Christus en hij zegt, de hoofd kan niet aan de voeten zeggen, ik heb je niet nodig. Nou, als je goed denkt, het hoofd van de gemeente is wie? Christus. Christus kan niet aan de voeten zeggen, ik heb je niet nodig. Also, hij kon het natuurlijk zonder ons doen, maar hij zelf heeft gekozen om met zijn kinderen mee te werken, om in de gemeente en om Gods evangelie aan die wereld te brengen. Oké, so, in de eerste plaats dus, de gemeente behoort aan de Vader toe, Jezus toe en de Heilige Geest toe. Dan de verdere vraag is, hoe heeft Jezus de gemeente beschreven? Oké, dan moeten wij kijken naar de vier evangelieën. En ik denk dit is alleen in Matteüs dat die woord kerk of gemeente voorkomt. In die twee hoofdstukken, Matteüs 16 en 18. 16 heb ik al gelezen. Die een die zegt, ik zeg u dat gij Petrus zijt en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Als hij dit zegt, dan praat hij van de gemeente wereldwijd, de universele gemeente in alle landen, geografisch overal en hij praat ook van door alle tijdperken heen. So, dit is de universele gemeente. En dan twee hoofdstukken verder, Matteüs 18, dan willen wij lezen van vers 15 tot 17. Misschien kan iemand dat voor ons in goed Nederlands lezen. 15 tot 17, ja? Wie wil voor ons lezen? Ja, tot die? Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht, tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem hem dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Ja, harde woorden. Maar hier gaan het dus niet over de universele gemeente, als wij alleen naar in context lezen. Dit moet dus zijn op één plaats. So, wij hebben deze twee vormen, en eigenlijk zijn dat de enigste vormen van de gemeente. Is of universeel, wij allen over de wereld tezamen, ook door de tijden heen, of dit is de lokale gemeente op één plaats. Zoals hier. Want hoe ga je dit anders kan doen? Nee? Het gaat hier dus over zonde van één broeder. En dan wordt met hem gesproken door mensen vanuit de gemeente. Dit is dus lokaal één plaats. Oké. Volgende vraag.
Hoe belangrijk is de gemeente, voor Gods bedoelingen? En dan wil ik jullie, dat jullie met mij meelezen in Efeze 1, vers 20 tot 23. Efeze 1 vers 20. En Paulus praat over Jezus Christus. En hij is helemaal, ja, vol van Jezus. En hij zegt dan, ik lees vanaf vers 20. Die hij de Vader gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven. Nou, even dat we niet daarvoor een moment stoppen. Kan u zien hoe groot Christus is? In de hele universum, daar is niets die met hem kan vergelijken. Boven alles, ver boven alles. Alle namen, alle machten. Hij staat boven dit. En kijk nou, vers 22 zegt, en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is in de vervulling van hem, die alles en allen vervult. Als Jezus ver boven alles is, in Godse beschouwing, waar is de gemeente? Wij zijn met hem verenigd. Dus in Godse beschouwing, mijn zoon in de gemeente. En als wij dit beginnen ons realiseren, dan denk ik, dan moet daar iets in ons veranderen. Dat wij zien uit de ogen van God hoe hij de gemeente ziet. En het is nodig voor ons om het zo te zien. Dat wij openbaring ontvangen uit Gods perspectief hoe belangrijk de gemeente is. En als wij dit zullen zien, dan denk ik gaat het een uitwerking hebben over hoe wij leven. En hoe wij de gemeente beleven. En dan nog twee hoofdstukken verder, Efeze 3, vers 8 tot 10. Praat Paulus heel specifiek over de gemeente. En hij zegt in vers 8, mij verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, die van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht, de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Dat, daar zien we, Christus wil de gemeente gebruiken om aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, oor al de machten die tegen hem staan, al zijn vijanden, wil hij die wijsheid Gods laten zien door ons, door Christus in ons. En daarom kwam Jezus met de grote, zeg mensen in Nederlands, de grote opdracht. Nee, Matthäus 28 vers 18 tot 20, als Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dan heen en maak discipelen van alle volken. Doop ze in mijn naam en leer ze alles te onderhouden. Ik bedoel, dit is zo'n geweldige opdracht, hoe kunnen wij dit doen? Ja, wij kunnen dit wel doen als Christus door ons werkt. En als wij bewust zijn van Godse beschouwing van de gemeente. En dit vraag hij ons in deze dagen om te doen. En ik wil u zeggen, net zoals in andere werelddelen wil God in Europa opwekking brengen. En hij wil hier herstel laten plaatsvinden. Dat de gemeente weer iets is, veel meer dan alleen een religieuze
verschijning of een culturele ding, maar iets wat de Bijbel zegt het is. En laat God in onze harten werken deze dagen, dat wij openbaring ontvangen van de gemeente van God. Volgende vraag. Wat is het wezen van de gemeente? De gemeente is geen organisatie in de eerste plaats, of instituut of vereniging. De gemeente is iets levends. De gemeente bestaat uit levendige mensen, wedergeboren door de genade van God. Ze dragen de DNA van God in hun. Ze is dus in de eerste plaats een organisme. Die gemeente is niet een het, maar dit is de bruid van Christus. Ja? Maar deze gemeente van God heeft ook organisatie nodig en structuren. En dit willen wij ook dan in het tweede deel specifiek nakijken. Goed. Wat is de doel van de gemeente? Nou, daar zijn natuurlijk heel veel doelen. Maar een van de doelen van de gemeente die heel mooi is, komt voor in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Lukas 10. En dan gaat het over, jullie kennen het verhaal, ik lees hier een paar verse daaruit. En hij ging naar hem toe, dus naar vers 34, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg hier en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide, verzorg hem, en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Oké, dit gaat dus over de barmhartige Samaritaan. Hij gaat naar deze man, half dood, dat eigenlijk is dat een symbool van de mens na de zondeval. Half dood, geen contact met God. En dan kwam de priester voorbij, hij kon hem geen hulp geven. Of de schriftgeleerde kon hem niet helpen. Maar dan komt de barmhartige Samaritaan, Jezus Christus, eigenlijk veracht door de Joden ook op een manier, en hij neemt hem op, eerst hij gooit olie en wijn op zijn wonden, het spreekt ook van het bloed van Jezus, de olie van de Heilige Geest, en dan nam hij hem naar een herbergier, en daar betaalde hij voor 2 dagen, 1 dag, 1000 jaar, 2 dagen, 2000 jaar ongeveer. Wie is de herbergier? Zou jullie zeggen? Jezus is opgevaren naar de rechterhand van God en hij heeft met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen om de gemeente Gods te leiden. En in deze herberg van de Heilige Geest zijn we. En daar zijn we beschermd. Vers 34 zegt, bracht hem naar een herberg hier en verzorgde hem. Zo daar is voor ons alle als leden van de gemeente verzorging en een veilige plaats om te groeien, om te genezen, om vrij te worden. Dus zien we hier een geweldig mooi beeld van de gemeente van God. Dan net misschien nog een interessante ding. Als gemeente zullen we de veelvoudige wijsheid van God aan de wereld laten zien. Als wij alleen in die boek Efeze kijken, dan zijn daar heel veel beelden van de gemeente. Ik denk daar zijn 8 beelden. Als u zo vinnig denkt aan Efeze, aan een beeld van de gemeente, wat komt naar u toe? Waarom zal u denken? Lichaam. Lichaam van Christus. Dat is 1 beeld. Ja. Soldaat. Weermacht van Christus. Ja. Bruid. En zo zijn daar zijn nog 5 andere. Ja. Tempel. Tempel van God. Ja. Woonsteden. Gebouw van God. Ja. Medeburgers. Al deze beelden laten zien de veelkleurige wijsheid van de gemeente.
Wij zijn niet alleen maar één ding. Wij zijn een hele spectrum van vele dingen. En deze dingen moet die gemeente zijn voor de mensen. En alleen kunnen wij dat niet, maar God in ons, help ons om dit te kunnen doen. Oké. Dan ga ik over naar de tweede deel, de inleiding. Gaan wij een beetje meer praktisch kijken. De doelen van de gemeente. En ga met mij daar naar Efeze 4, vers 11 tot 16. En ik vraag daar ook dat iemand het voor ons keurig kan lezen. Ja? Wie wil voor ons lezen? Ja? Gert-Jan? En hij heeft sommigen gegeven tot apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ja. Nou, dat er zijn zoveel dingen die hier gezegd worden in deze lange zinnen. In Paulus' eigen taal, dat wij dit soms lezen en wij weten niet waarover hij het heeft. Maar als wij dit een kort stukje zou afbreken, bijvoorbeeld die begin, vers 11, dan praat hij over deze vijfvoudige dienst. Dus apostels, profeten, evangelisten, herders en leraars. Hij zegt deze vijf moeten de heiligen toerusten. Nou, het interessante daar niet staan dat hij niet alleen praat over een dominee of over een herder. Hij noemt vijf gaven. Die vijf gaven zijn niet daar om het werk te doen. Nee, ze zijn daar om anderen toe te rusten. De gemeente, de heiligen toe te rusten. Dat wil zeggen allen in de gemeente. Alle wedergeboren kinderen van God moet van hun toerusting ontvangen voor het werk. Dus moeten wij totaal weg van deze idee, de pastoor doet de werk, het werk, hij preekt, partijkeer speel hij nog op de orgel ook, en hij groet de mensen aan de deur, en wij zitten gewoon in ontvangen. Consumenten. Dat is niet hoe God dat wilde. Hij wil dat wij alle dienstbaar zijn voor een bepaalde doel. Voor het opbouw van het lichaam van Christus. Dus is die vraag, als wij niet alle onze deel doen, onze plaats vinden, dan kunnen we niet deze lichaam van Christus opbouwen. Als wij dit wel zouden doen, dan staat in vers 13, zodat wij allen komen tot eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Want God is zo, deze Zoon van God heeft zoveel te ontdekken. En wij willen hem leren kennen. Wij willen komen om werkelijk van hem de ware kennis van God te ontvangen. Opdat wij worden als een volwassen man tot de maat en grootte van de volheid in Christus. Maar daarvoor hebben wij allen nodig. En als wij dit alles zouden doen, allen op zijn plaats, allen dienstbaar, dan gaan wij niet meer meegesleurd worden door elke golf of elke wind van leer. Want wij zijn stevig
gevestigd in Christus. En dan gaat het nog verder en hij praat hier dat wij ons houden aan de waarheid en liefde. Beide dingen, niet alleen de liefde, maar ook niet alleen de waarheid. Maar het is een balans. In liefde aan de waarheid houden, groeiend naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat wil hij met ons doen. En dit is, ik denk, op vele plaatsen nog zo ver van de realiteit. Maar God wil ons daarna nemen en hij gaat het ook doen. Want daar zijn ook in het woord, ja, dan staat in Efeze 5 ook, van een bruid zonder vlek of rimpel, die haar gereed had gemaakt voor haar bruidegom. Oké, dan wil ik nog één versje lezen. En dat is Matteüs 9 vers 17. Want daar zegt Jezus iets een beetje, niet alleen over de inhoud van de gemeente, maar ook over de vorm van de gemeente, de uiterlijke structuur. Ja, Matteüs 9 vers 17. Ja. Goed. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barstende zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaat verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide blijven behouden. Het punt is, God wil nieuwe wijn geven. Hij wil nieuwe openbaring van hem geven. Als wij deze nieuwe wijn proberen opnemen in oude structuren, dan gaan ze barsten en ze gaan kapot. Die enigste manier om nieuwe wijn te behouden, en wij willen toch nieuwe wijn hebben, niet meer het oud wijn van lang, lang geleden. De enigste manier om dit behouden te laten blijven, is een nieuwe structuur. Dus ook dat wij als gemeenten streven naar de Bijbelse model van wat de gemeente moet zijn. Want daar kan nieuwe wijn van God opgeborgen houden. En ze blijven behouden. Wat is een nieuwe wijnzak? Betekent dat dat je moet... Oh, dat betekent je moet overal onmiddellijk nieuwe gemeente hebben. Nee, ik denk dat toen wij 20 jaar geleden ons gemeente hebben gesticht, hebben wij toen al aan de gemeente gezegd, wij moeten oppassen dat wij niet gelijk een oude wijnzak worden. Want wat is een oude wijnzak? Als je een oude wijnzak uit die voorbeeld van Jezus, hij wordt... Hard, hij wordt droog en dus is het helemaal niet meer flexibel. Dus hij kan en wil niet meer veranderen. Nou, het geldt een beetje voor ons persoonlijk ook zo. Als jij Christus een nieuwe wijn en zijn leven ontvangt en je denkt het is alleen maar hoofdkennis, maar dat kan jou niet meer veranderen, dan ben jij eigenlijk een oude wijnzak geworden. Begrijp je? Dus ik denk dat zelfs, je kan denken, oh wij zijn gewoon, een nieuwe gemeente kan al heel snel een oude wijnzak zijn. De moment als we niet meer, als Gods geest ons niet meer kan gebruiken. Bijvoorbeeld, wij waren de afgelopen jaren, zeg maar, op vele plaatsen, waren we geconfronteerd met vreemdelingen die in onze steden kwamen. En als jij nou een gemeente in die stad bent, en je bent helemaal niet meer in staat om vreemdelingen op te vangen. Want nou is er een andere situatie ontstaan. Dan ben je een beetje een oude wijnzak geworden. Maar goed, dit kan natuurlijk voor heel veel dingen gelden. Want kan dat, God wil de mensen van onze tijd bereiken. Ik denk zelfs dingen zoals, zeg maar, muziek. De muziek van vandaag. Muziek is in zichzelf is iets van God gegeven. En natuurlijk gebruikt de duivel dat ook. Natuurlijk gebruikt de duivel, omdat het zo'n middel is, dat iedereen luistert de hele dag en je beweegt en je zingt en je bent ermee bezig. En dan heeft het een invloed op je leven. Maar weer eens, de duivel pak alleen dingen die ook echt zijn. De Bijbel, wat zegt de Heer, woont de Heer soms? In het? In het midden van? De lofzang en de lofzang van zijn gemeente.
Dus, maar nou hebben wij muziek. Ja, en onze mensen van vandaag. Ik weet niet of je kinderen, kan jouw kinderen nog warm het lopen krijgen voor een orgelspel? Het wordt moeilijk. En dan moet ik zeggen, ik heb last, ja, ik heb onlangs was ik bij een uitgever van een boek en toen speelde daar iemand op een orgel. Ik vond het geweldig. En ik begin het te waarderen. Ik merk dus, ik word een dagje ouder. Maar betekent dat dat ik niet meer kan horen? Want wij hebben iemand bij ons in ons lofprijsgroep bijvoorbeeld. En die zit zo onder de tatoeëring. Hij komt van de straat gered. Moeten wij nou aan hem gaan zeggen, luister hier, als je in deze gemeente, dan zit je maar eerst daar. Misschien is het nog best dat je ook zondag een pak aan hebt. En misschien zwart is nog goed. Dan word je echt geestelijk. Weet je wel? En wij zingen alleen zo op die manier. Waar komt die gedachte vandaan? Begrijp je? Dus als wij, dat is ook een ander stijl van muziek. Dat is maar alleen maar een stijl. Waar God dus wil misschien ook dat wij hem bereiken. En is misschien anders dan ik gewend ben. Maar hoe flexibel ben ik? Heb ik liever, nee, blijf maar bij het oude. Oude is goed, want te zeggen, als iemand eerst het oude gaat, dan wil hij het nieuwe niet meer hebben. Dat is goed voor jou. En jij kan dan misschien, maar wat van die mensen die wij van de straat wil bereiken? En dat betekent niet dat wij moeten werelds worden, want ik denk dat je in onze boodschap duidelijk gehoord hebt dat wij niet van plan. Wij geloven, wij zijn gestorven voor de wereld. Maar het gaat mij om een stijl van muziek. Wat gewoon een. Dit is net als een mes en vork. Het is, en met de mes en vork kan je voor goed gebruiken. Maar je kan ook datzelfde ding en het voor kwaad gebruiken. Daar gaat het nou. Dus dit wijnzak die we wel zijn, is iets levens, is iets mooi. Maar hebben wij een bereidheid? Eigenlijk zouden we moeten zeggen, Heere God, vul ons met het nieuwe wijn, met uw leven, met uw geest. Doe met ons wat u wil. Paulus zegt, voor de Jood word ik een Jood. Voor de heiden, of voor de Griek word ik een Griek. Opdat ik meer mag bereiken. Voor iemand die onder de wet is, word ik als iemand onder de wet. Voor iemand die zonder de wet is, word ik als iemand zonder de wet. Dat staat er hoor. Ja. Alhoewel, hij zegt, alhoewel, ik ben zelf niet zonder wet. En hij zegt ook, maar ik ben zelf ook, leef ook niet onder de wet. Ik leef onder Christus. Ik laat me leiden door de Heilige Geest. Ik ga niet compromissen sluiten over zonde. Daar gaat het niet om. Ik ga niet werelds gezin. Het gaat erom, Jezus heeft zijn heerlijkheid afgelegd en is een mens geworden. En ze zeiden zelfs van hem, hij eet met de hoeren en met de zondaren en met de tollenaars. Hij had moeten zijn als Johannes de Doper die alleen maar springen kan in de woestijn, weet je wel? Snap je? Flexibele wijn. Mag God jou en mij gebruiken in deze dag. Mag God ons maken, onze gemeentes maken, zoals hij ze wil hebben. Oké.